zo in de studio aangeschoven. Nausicaa, Tim en Editha, goedenavond. Goedenavond. Ik heb net natuurlijk al uitgebreid zitten kijken naar jullie hele setup hier. En ik weet dat jullie best wel wat getoerd hebben al. Hè? Duitsland, Italië, België, Zwitserland ook, hè? Ja. Maar als jullie die popronde hier in Nederland moeten gaan doen, hè? Is dat dan ook iets waar je extra op gaat voorbereiden? Of is het dan gewoon just another tour? Nou, we hebben ons wel speciaal voorbereid omdat we heel veel nieuwe liedjes spelen. En die tours hebben we gedaan, maar het is alweer een tijdje geleden. We hebben een klein pauzetje genomen om nieuw materiaal te schrijven. Dus repeteren? Ja, zeker. Heleboel repeteren? Ja. Hey, en hebben jullie ook van die typische tourgewoontes dat, weet ik veel, die altijd zich als eerste gaat ergeren aan die, of niet? Ja, wij zijn vooral hele goede vrienden. En nee, eigenlijk zijn we, het valt best mee. Het is altijd heel gezellig. En ik lieg niet. Nou, ik wou net zeggen, je liegt. Dat kan, maar is er dan niemand die... Er zijn altijd irritaties. Ik ga niet op tour zonder dat er bananen zijn, of zo. Bananen, we houden van bananen, we houden van Nutella. We zijn zeker dingen die mee moeten, ja. Maar meestal houden we het lelijk gezellig. We houden ook heel erg van koffie. Heel erg van koffie houden. Oké. Zoals jullie jezelf ook mooi omschrijven, jullie balanceren echt op een beetje de grens tussen pop of dat het experiment is. Nou ben ik heel erg benieuwd of jullie de volgende tracks die ik aan jullie ga laten horen gewoon meer zoete pop vinden of credible kunst. Want dat kan wel eens een heel verschil uitmaken natuurlijk. Bijvoorbeeld, hoe vinden jullie, dan moet je ook even zeggen ja, het is kunst of nee, het is pop. En dan ook waarom als je wil. Voor deze Charlie XCX en Boys. I was busy thinking about boys. Ik vind dit heel mooi. Ja? Ja. En jij? Het is niet zo helemaal mijn smaak, maar ik vind het sowieso niet per se makkelijk om te zeggen wat is kunst of wat is nou. Nou, je weet het niet, in het geval van Harry Styles. Sommige mensen zouden dat leuk vinden, denk ik. Ik hoor het eigenlijk voor het eerst. Oké. En deze dan, Haim? Ja, die draai ik wel graag, toch wel. Ja, die draai je graag? Vooral in de auto, ja. Maar vind je dit nou perfecte pop of vind je het ook echt wel kunst? Ik vind het absoluut kunst. Qua productie is het ongelooflijk goed gedaan. Jullie gaan nu You voor ons spelen. Wat moet iedereen weten over deze track voordat ze daarna gaan luisteren? Oké, bedoel ik. Ja, sorry. Okay, ik weet nu ook. Ik zei tegen haar You. En nou ga ik You Oké onthouden. Nou, dat is ons tweede single en die komt binnenkort uit. En wij zijn heel benieuwd hoe mensen dat gaan vinden. Nou, ik ook. Loop vast naar je naast, zou ik zeggen.